zijn. Vandaag was weer een hele bijzondere dag. Ik heb weer enorm veel meegemaakt. En dat staat hier allemaal in mijn dagboek. Kijken jullie mee? Vandaag was een bijzondere dag. Bo en ik kregen een verrassing. Een hele leuke verrassing zelfs. Alleen duurde het wel even voordat we bij de verrassing konden komen. Zoom zoom, Bibi! Terug, Bo. Voeten vegen. Oh. Oké, nu ik. Kijk eens, Bibi! Bo, hoe kom je daar aan? Die heb ik gevonden in de rivier. Wat cool! Zeg, Bo, die moeten wij gaan openmaken. Openmaken? Je gaat deze fles toch niet kapot maken? Ja, maar kijk eens goed, Bo. Er zit toch iets in die fles? Oh ja! Wat goed van jou dat je dat gezien hebt, Bibi. Maar wat is dat dan? Ik denk een brief. Oh, een brief? Ja, of misschien wel een tekening. Of een schatkaart. Oh, dan kunnen we een schat vinden. Ja, dat zou ook kunnen, ja. Maar waarom zit dat dan in deze fles? Nou, zo deden ze de post vroeger, Bo. De post? Ja, lach maar. Toen hadden ze nog niet de bijenbode. En deden ze de brief in een fles, zodat hij tegen water kon en droog bleef. Dan gooiden ze de fles in de rivier en de rivier nam de fles mee naar de volgende bestemming. Wauw, wat gaaf. Jij weet ook alles, hè, Bibi? Dus er staat misschien wel een boodschap voor ons in. Iemand heeft dus iets naar ons toegestuurd. Dat zou zomaar eens kunnen, Bo. Dan moeten we hem zo snel mogelijk openmaken. Ja! We moeten ervoor zorgen dat de kurk eraf gaat. Trek hem maar even van de fles af, Bo. Ik krijg hem niet vanaf, Bibi. Probeer jij eens. Zomzom! Deze zit wel heel erg stevig vast, zeg. Alle bijen nog een toe. Lukt het niet? Hij zit echt heel erg vast. Wacht, misschien lukt het wel met een schroevendraaier. Zal ik maar even doen, Bibi? Nou, Bo, laat mij maar even. Je weet wat er gebeurt als... Ja, als je wat? Als je bla 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 bla. Ja, zijn we klaar, meneer? Oh, waarom lukt dat nou niet, Bibi? Zitten die dingen altijd zo stevig vast? Nou ja, wel stevig natuurlijk, zodat er geen water in de fles kan. Maar zo stevig? We moeten iets anders verzinnen. Ik wil dat die fles open gaat. Hey, Bo, doe eens even niet zo ongeduldig. Ik heb nog wel een ander idee. Echt waar? Ja, echt waar. Wacht hier, ik ben even naar de keuken en dan ben ik zo weer terug met een nieuw plan. Nou zeg, het duurt dat lang. Hé, hey, daar ben je. En, huh? Wat is dat? Wat is je plan? Kijk, ik heb wat water en zeep meegenomen. Wat moeten we daar dan mee doen? De fles is toch niet vies? Nee, Bo, dat klopt inderdaad. Maar met zeep kun je veel meer dan alleen schoonmaken. Oh ja? Oh ja! Dat is waar. Van de zomer hebben we daar nog mee gegleden met zeep. Op een zeepglijbaan. Heel goed, Bo. Gegleden. Maar, wat? Je wilt nu met die fles gaan glijden?
Niet de fles, gekke bootje, maar de kurk. Je wilt met de kurk gaan glijden? Zoiets, ja. Ik wil met de zee proberen om de kurk van de fles af te glijden. Oh, zo. Nu snap ik je. Zo. Nou, doen we zo. Even onder water. Nee. Zo. En dan nu goed inzepen. En hopen dat we hem er zo vanaf kunnen trekken. Nou. Daar gaan we dan. Misschien ietsjes langer laten intrekken. Of misschien wat meer zeep erbij. Geef mij die fles maar, Bibi. Dan zal ik het even proberen. Dat lijkt mij niet zo'n verstandig idee, Bo. Ja, maar Bibi, ik mag het toch wel proberen? Bo, geef die fles hem even terug. Nou, ik vind het oneerlijk. Ik mag ook nooit helpen. Dat mag heus wel, maar je weet wat er altijd gebeurt als jij iets probeert te maken. Ja, dat weet ik nu wel. Bla, bla, bla. Geef hier. Kom. Nee. Het gaat kapot anders. Geef. Nou, zie je nou wel? Nou maak je weer iets kapot. Oh, sorry, Bibi. Misschien heb je wel gelijk ook. Misschien maak ik ook wel alles kapot. Hé? Maar wacht eens even, Bo. Kijk! Doordat de fles kapot is, kunnen we nu eindelijk bij de brief komen. Oh, Bibi, je hebt gelijk. Jee, het is ons gelukt. Ja, en ik zeg het niet graag, maar we kunnen nu bij de brief doordat jij het kapot hebt gemaakt. Komt dat kapot maken toch nog eens van pas? Wie had dat gedacht? Nou, kom op, Bibi. Lees die brief voor. Kom op. Oké. Komt ie, ja? Lieve Bibi de Bij en Bo, ik ben een hele grote fan van jullie. Ik kijk altijd met veel plezier naar jullie avonturen in Bibi's Bijenkorf. Ik wil jullie hiervoor bedanken en ik hoop dat jullie nog veel meer avonturen gaan beleven. En dat Bibi uit haar dagboek blijft voorlezen. Een hele dikke knuffel van jullie grootste fan, Lilette. Woehoe, we hebben fanmail, Bibi. Ja, oh, dat is enorm lief van Lilette om zo'n lieve fanbrief naar ons te sturen. Dankjewel, Lilette. Gelukkig hebben we de fles open kunnen krijgen. Althans, open. Voor deze keer was het maar goed dat Bo iets kapot had gemaakt. Anders hadden we de fanmail vast zeker nooit gelezen. Wat een leuke en lieve verrassing was dat voor ons vandaag. Dankjewel, lieve Lilette. Dan ga ik nu lekker slapen en dromen over deze leuke dag. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en druk op het belletje, want dan mis je nooit meer een video. Tot de volgende keer. Doem doem.